Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 16 februari van Weerplaza. Het weer wordt vandaag bepaald door een hoge drukgebied boven België. De zon die schijnt volop. Het heeft afgelopen nacht licht gevroren, met name in het zuidoosten van het land. Daar ligt de temperatuur vanochtend tussen de 1 en de 2 graden. Elders loopt het kwik op naar een graad of 3. En met 6 graden vanmiddag in het noorden van het land tot 9 in het zuidwesten... is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Landinwaarts zien we wat stapelwolken, verder aan zee is het vrij zonnig bij niet al te veel wind. Vanavond zien we wat meer bewolking in het zuiden van het land en daalt de temperatuur naar 1 tot 3 graden. En morgen eerst veel bewolking, maar vanuit het westen komt de zon er weer bij. En het wordt opnieuw 6 tot 8 graden, de wind is vanuit het zuidwesten, windkracht 4 aan zee. Zondag blijft het ook nog droog en wordt het 6 tot 7 graden bij een matige zuidwestelijk wind. Maandag is het tijdelijk even wat minder, met meer bewolking en winterse neerslag. En dinsdag hebben we dan opnieuw droog winterweer, maar wordt het wel kouder. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.